Ik heb hier een demonstratie gegeven, walking football, met de gemeenschap van de Molukkers en de Suriprofs. Ik zat bij de Molukken en wij speelden tegen de Suriprofs. En dat was meer een demonstratiewedstrijdje voor de mensen die hier al een toernooi spelen. Dat is met wat ik hier doe. Het is alleen anders denken. Het is heel anders dan gewoon voetbal. Kijk, je moet meer op de man spelen in plaats van voor de man. Want dan heb je te veel snelheid en dan ga je alsnog rennen. Dat is niet de bedoeling, dus je moet veel de bal in de voeten spelen. Nou ja, kijk, je moet natuurlijk wel een beetje de basistechniek onder de knie hebben om dit te kunnen doen. Anders is het niet leuk om samen te spelen. Ik heb dat met de ex-internationals in november gedaan. Ja, dan merk je ook hoe ouder ze dan ook zijn. Maar ja, het voetbal verleren ze niet. Ja, dat ging best wel eens snel. De combinaties, je vindt elkaar blindelings. Ja, dit heb je op dit moment even nog niet bij de Molukkers en bij de Suriprofs. Er zitten wel een aantal leuke voetballers bij. Niet allemaal, maar een gedeelte wel. Wordt dit internationaal nog een groot ding, dat walking voetbal? Als je het goed opzet wel. Er is een WK geweest in Engeland. En Jacques Zwart heeft daarover gesproken. En iedereen die weet dat nu, dat walking voetbal bestaat. Als Nederland het een beetje goed opzet en de juiste regels blijft hanteren en de juiste clubs hier naartoe kunnen halen, ja, hoop ik dat het over 10 jaar, ja, de generatie, de 90 jaar, of misschien de generatie over 20 jaar, de generatie snijden. Weet je, dat weet je niet. Het Aaron zei van, mijn vader zat op deze leeftijd al in een rolstoel. Nou ja, je haalt het voorbeeld aan, hè? Van de ouderen worden steeds ouder, maar ze zijn ook nog steeds fitter. Maar in onze eigen groep zijn de meeste vrijwilligers, ja, die doen gewoon spontaan mee. Daarnaast hebben we een geweldige samenwerking met ROC Twente, dus we hebben elk jaar een stel studenten. Ja, en dan hebben we een aantal teamcoördinatoren, nou, dat zijn de 16 of zo, die krijgen we ook elk jaar. Dus eigenlijk, binnen alle zorgen die je hebt, loopt er wel rolletjes. Verrast het jou dat de Engelse ploeg opnieuw de winst meeneemt in Engeland? Nee, want in Engeland spelen ze al wat langer walking voetbal. Ze trainen ook wat vaker in de week en ze hebben ook een echte interne competitie in Engeland. Ja, dat kennen wij nog niet in Duitsland, België of Nederland. Het is een finale tussen Schotland en Engeland. Maar ik denk dat winnen helemaal niet belangrijk is, want we hebben nu over winnen. Volgens mij is meedoen belangrijker. AFUK. And the Elements will give all the players a beautiful little cup.